Joyce Heuting, je hebt net als bondscoach van de para-dressage het equipe bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap. Hoe ziet het eruit? Het team ziet er als volgt uit. Frank Rosma gaat mee als Grid 4-ruiter met het paard Alphaveel. Dan neem ik Sanne Voets mee met het paard Verdet. Ter rijdt in Grid 3. Dan neem ik mee Demi Vermeulen met het paard Vanes. Zij rijdt Grid 2. En als laatste ruiter in het team neem ik mee Nicole den Dulk met 50-50 als Grid 1B-ruiter. En de individuele combinatie die rijdt op het EK is Ellen van den Berg met Show Diva. Het is voor het eerst dat je een Grid 1B-ruiter in je team hebt. Klopt, ja. Hoe goed is dat voor het team? Nou, goed voor het team in de zin van ik heb gewoon 4 ruiters gekozen waarvan ik zeg, nou, deze 4 kunnen het gaan doen op het EK en het team. In de richting van de teammedaille. En daar sta ik gewoon achter. En ongeacht welke Grid, dat is niet zo heel belangrijk. Ik heb wel restricties in de zin van ik moet een Grid 1, B of A of een 2 ruiter meenemen. En een maximum van 2 per Grid. Dus daar heb ik maar gehouden. En dat daarin nu een 1B ruiter zit is gewoon hartstikke leuk voor de spreiding. Maar dat staat verder los van kwaliteit of nou ja goed. Dus dat, in die zin daar heb ik gewoon 4 ruiters geselecteerd. Ja, en Demi Vermeulen, ja, en Frank Hosbaar en Sanne Voets werden alle drie hier Nederlands kampioen in hun eigen Grid. Ja. Geeft dat uitzicht op medailles op het Europees kampioenschap in Henning? Nou, ik denk dat dit wel combinaties zijn die medailles kunnen winnen, stuk voor stuk. En we hebben vandaag ook gezien, bijvoorbeeld in de Kurenmuziek, dat we combinaties hebben die boven de 80 kunnen halen. Combinaties die al rond de 80 zitten. Dus dat biedt wel absoluut perspectief. Want dat zijn scores die je nodig hebt om een medaille te winnen. Ja. Ja. Hoe waren de faciliteiten hier voor de para-dressage? Ja, prima. De bodems waren hartstikke goed. Het losrijterrein ligt er heel mooi rustig bij. En we hebben toch te maken met paarden die... nou ja, ze zijn allemaal natuurlijk in die zin wel braaf. Oké, het zijn paarden. Ze zijn allemaal mooi en ze moeten goed kunnen lopen. En ze moeten gezond zijn, maar ook braaf zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd past qua als ze gaan opbouwen en dan komt de tractor langs. Dan is dat best gevaarlijk. Zeker met ruiters die niet heel stil en stevig in het zadel kunnen zitten. Maar hier was er echt wel voor gezorgd, vooral de laatste dagen, dat er dichtbij geparkeerd kon worden. En dat de ring er goed bij lag en dat alles een beetje afstand had. En daar was ik heel blij mee. Ja. Hey Joyce, heel veel succes op het EK in Herning. Dankjewel. Jacob Melissen, KNRS Paardensport TV.